Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is het nog tamelijk zonnig weer, alleen in het noorden komt vrij veel bewolking voor. In de loop van de dag gaat de bewolking vanuit het noordwesten uit steeds verder toenemen, maar tot de avond blijft het waarschijnlijk nog droog. Er waait een zuidelijke wind, die gaat in de loop van de dag verder toenemen, wordt matig en aan zee vrij krachtig, kracht 4 of 5. Daarbij wordt het zo'n 12 of 13 graden op de Waddeneilanden eilanden en 15 tot plaatselijk 17 graden in het middenland. Zoals gezegd, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanavond volgt er vanuit het noordwesten een klein beetje regen. Als we dan naar het plaatje voor morgen kijken, dan zien we dat we redelijk wat zon hebben, af en toe zon, maar in de loop van de dag komen er ook een aantal buien over het land zetten. Met name in het noorden en oosten van het land komen die buien voor, in het zuidwesten blijft het vaker droog. Het wordt 11 of 12 graden en er staat een vrij stevige noordelijke wind. Zaterdag hebben we ook af en toe zon, in het zuiden dan met name kans op een bui. En tijdens de paasdagen dan neemt de buigheid wat verder toe, ook in de rest van het land. Maar de middagtemperatuur gaat gereidelijk aan ook wat omhoog, van 15 graden op zaterdag naar 17 graden tijdens de paasdagen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.